Welkom, welkom. We gaan racen. En wel offline, niet online. We gaan racen in een eenmalige 3 uurs race op Monza in een endurance kampioenschap. En de reden is eigenlijk, nu offline, is omdat ik een nieuw stuurtje heb. Ik heb een heel oud stuurtje gehad. Een Logitech Momo. Nou, voor de kenners onder ons, dat ding is intussen zo'n 30 jaar oud. Doet het nog prima. Maar is een klein stuur en heeft één belangrijk nadeel. Je kan de steering lock niet instellen. En dat betekent dat de uitslag van het stuur relatief klein is, waar de uitslag naar de auto heel groot is. En dat maakt dat je heel precies zit te sturen. Nou, dat heb ik wel meer of meer aangeleerd. Maar ik dacht, het is tijd voor wat nieuws. Maar ik heb ook gelegen gelden. Dus we hebben een heel mooi Logitech G923 stuur op de kop weten te tikken. En dat heeft nou, wat meer knoppen. Dat heeft een goede steering lock. En dat heeft ook nog wat extra's in de force feedback. De true force, zoals het Logitech dat noemt. Waarbij de motor en het asfalt ook nog eens een keertje in trilling op je stuur wordt overgebracht. Dus dat is een leuke extra. Ik moet heel erg wennen aan de grotere stuurlok. En ik moet heel erg wennen aan de rem met name. Want het rempedaal is heel stijf. Dus ik heb gisteren mijn stoel ook aan moeten passen. Want elke keer als ik remde, dan rolde ik door de kamer. Want ik heb een stoel met wieltjes. Dus heb ik even pootjes onder gezet. En een goede antislip. Kussentjes eronder. En ik ben gewoon geracen. En ik ben gaan trainen. En ik heb de AI op 93 gezet. Gewoon dat ik wel een beetje een tegenstand heb, maar ook niet dat ik helemaal zoek gereden word. Normaliter kon ik in 94-95% rijden en competitief zijn. En je ziet hier, de eerste training heb ik gereden in een Aston Martin en ik ben 1.52.5 terecht gekomen. In de tweede vrije training kom ik al op, kijk, 1.51.7 en dat was meteen mijn snelste tijd ooit, want voorheen was mijn snelste tijd 51.9. En in de kwalificatie, kijk, gaan we 51.9. En dan 51.486. En 51.483. Nog 3000ste eraf. Oh nee, dat is de snelste tijd. Sorry, 51.5. Dus 51.486 was nu mijn snelste tijd. Nog zeker niet in de buurt van de echt snelle jongens. Die rijden rond de 51. Maar al wel sneller dan wat ik deed in mijn oude stuur. Ik moet echt wel wennen, zoals ik zei. Met name de langzame chicane. Aan het begin de Retevilio is een lastig, want ik moet veel verder sturen dan dat ik gewend ben. Dus ik ben er onnoemelijk vaak van afgegaan in de trainingen. En dus het remmen. En nu gaan we lekker racen. En een 3 uur race, dus ik kan lekker inslijpen. Want ik moet eigenlijk gewoon spiergeheugen kweken. Dat is het eigenlijk. Hè. Spiergeheugen met hoe ver ik stuur, maar ook spiergeheugen in mijn voet voor het remmen. Normaliter was dat in mijn oude afgetrapte rempedaal. Is het de stand van je voet. En nu is het ook gewoon de druk die je uitoefent, waarmee je je rem moduleert. Nou, dat moet ik gewoon leren. Dat is spiergeheugen. En als ik er helemaal aan gewend ben, dan verwacht ik dat ik sneller zal rijden met mijn oude stuur. We gaan naar de volgende sessie. En we gaan de race starten. Dit is een endurance race, 3 uur lang. Ik ga hem niet in 3 uur opnemen. Ik ga waarschijnlijk in 3 verschillende happen ga ik hem opnemen. Gewoon de lering en de vermaak. En ook voor mezelf als naslagwerk. Even kijken. We nemen een setup. 3038. Dan komt 2936 aardig in de buurt. Dus deze neem ik gewoon. Dat zijn de temperaturen van de lucht en van de track. En even kijken. Ik ga. Nou, zeg even 15 rondes telemetrie opnemen. Voor later. Ik zet 100 liter erin. In de bak. En om 3 uur races neem ik rempads. Twee. Waarom? Rempads 1 gaan ongeveer een uur mee. Rempads 2, die heb je echt wel nodig voor een langere race, die gaan 12 uur mee. Zou ik rempads 1 nemen, dan haal ik waarschijnlijk het eind van die 3 uur niet en zou ik mijn remmen moeten wisselen in een pitstop. Ja, schiet ook niet op. In de eerste pitstop neem ik weer 100 liter mee en dan ga ik naar, nog even goed kijken, tire set 1 is redelijk afgereden, 2 is afgereden, 3 is schoon, 4, 5 en 6 zijn schoon. Dus ik begin met 3. En in pitstop 1 neem ik 100 liter en banden set 4. In pitstop 2 100 liter. Want nu als basis. En banden set 5. En pitstop 3. Er zijn 2 pitstops. Maar stel je voor dat ik een extra nodig heb. Dit is mijn planning. Ik kan er wat op aanpassen. Yes. Dit is hem. Here we go.
uiteindelijk toch eerst gekwalificeerd, wat ik niet had verwacht. Zelfs met een lager AI. De motor is gestart. Mijn stuurtje vibreert vrolijk mee. Here we go. Normaal heb ik ook niet rechts onderin de snelheid en houders van het gas en rem staan. Dat heb ik nu even wel, omdat ik af en toe even kan checken wat mijn remdruk is ten opzichte van wat ik doe met mijn voet. En ook omdat de force feedback settings volgens mij goed zijn. Maar ik wil niet dat het ding gaat klippen, dat hij te overstuurd wordt, zeg maar. Dat is dat laagste grijze balkje nu. Als mijn force feedback te veel wordt voor mijn stuur, mijn settings te veel worden voor mijn stuur, dan wordt het balkje rood. En dan weet ik dat ik de settings iets lager moet zetten. Het is allemaal een beetje zoeken nog. Here we go. Ja joh, wat doe je nou? Dat is jammer zeg. Net aangetikt. Kan ook weer zijn dat ik niet te ver genoeg instuurde. Maakt niet uit, we hebben 3 uur de tijd. Ik zal ook niet de hele tijd doorpraten, want op een gegeven moment is concentratie ook echt wel een ding. Belangrijk is ook natuurlijk het modelleren van de rem. Als je een beetje goed wil trailbreken, dus de rem langzaam af laten vloeien tot aan het midden van de bocht. Dat betekent ook dat je dat moet trainen. En ja, ik kijk niet naar het metertje. Dus kan ik het later ook een keer terugkijken. En ik save wat MoTeC data, dus dan kan ik ook nog in MoTeC kijken. Software om telemetrie uit te lezen. Heel mooi in deze game dat hij dat ook gewoon deelt. Genereert. En eigenlijk moet ik mezelf gewoon weer leren remmen. Leren sturen is één ding, dat heb ik al aardig door. Dat is gewoon verder sturen dan ik gewend ben. Je krijgt een soort kortsluiting in je hoofd. Als je denkt, kijk, ik heb toch genoeg, of ik stuur toch genoeg. Dat was niet zo netjes van me. Hier had ik ook eigenlijk wat meer in moeten sturen bij het tweede gedeelte. Het remmen met name vind ik heel lastig om te leren. Want ik geef zoveel kracht met remmen nu, waar ik dat voorheen niet had. Of ik geef te weinig en dan, ja, dan rem ik gewoon niet goed genoeg. Dan heb ik gisteren even met het koppelingspedaal op een pedaal als rem gereden. Daar zit veel meer de veer in. In de weerstand. Maar dat is het toch ook niet. Slordig, slordig. En op een gegeven moment gewoon de onderste 60% ingesteld als rempedaal. Remweg. Dat ging al beter, maar eigenlijk moet ik het gewoon voor mezelf leren. Als ik natuurlijk zeg maar 60% van de remweg gebruik, dan kan je ook minder moduleren. Dus uiteindelijk ga ik mezelf in de weg zitten. Als ik echt sneller wil zijn. Dat is natuurlijk het doel. Ik wil goed meekomen.
Kijk. Dan zie je boven meteen het verschil linksbovenin. Groene cijfertjes min 1,5. Ik ben nu gewoon op dit stukje al 1,5 seconde sneller dan in de vorige, de snelste ronde. Het stuurtje voelt verder heel lekker aan. Het is echt een goede grip, goed gevoel. Het is volgens mij nepleer, maar hoe dan ook, maakt niet uit. Het ligt lekker in mijn hand. Ik moet nog een beetje wennen aan alle knoppen, want ik zijn er nu zoveel. Mijn oude Momo Logitech stuur had 6 knoppen. Ik heb deze niet eens geteld. Vier rechts bovenin, dan 2. Nog 1, een draaiknop, 3 aan de onderkant, plus minnetje daar nog, een D-pad en nog 2 en dan natuurlijk mijn shifters. Iets te wijd, maar 52,8 en dat is toch maar een seconde langzamer dan wat ik deed in mijn kwalificatie met een bijna lege tank. Dus heel netjes. De Ritter Vivo is altijd een lastige chicane. Juist omdat hij zo langzaam is. Als je dat iets langzaam doet, dan kom je er wel goed doorheen. Maar dan mis je gewoon wat snelheid aan het begin. Eigenlijk het eind als je eruit komt, dat lange rechte stuk hier. En ga je er te snel doorheen, dan kost het je tijd, want dan lig je niet zo mooi en dan kom je er rottig uit. Met het gevolg dat je ook op dat rechte stuk heel veel snelheid kwijtraakt. Dat is het hele circuit van Monza. Het zijn 6-7 bochten. Heel veel langere stukken. En je exit snelheid van je bochten is daarmee zo belangrijk. Want wat je ook meeneemt of wat je ook mist, hè, hoe je maar wil bekijken. Neem je dat hele lange rechte stuk achter die bocht gewoon mee. Dus begin je met 10, 15 km per uur te weinig in de exit. Dan neem je dat negatieve mee over je hele rechtstuk. Vorig jaar heel mooi te zien ook met volgens mij de Grand Prix van Spa. Waar Sebastian Vettel rottig Porcher uitkomt. En dus eigenlijk dat hele Camel Straight, dus tot aan Eau Rouge, dan Eau Rouge, de Radeon naar boven, dan het hele Camel Straight naar het eind, eigenlijk gewoon gezien is. Oh, dit gaat niet goed. Gemist, oh jee. Ik had gewoon de exit er ook moeten nemen. Dat had eigenlijk een betere strategie geweest. GPX Racing Porsche gaan we nu inhalen. Hij zit aan de binnenkant, dus ik kan er weinig aan doen. Het zou leuk zijn als ik de race win, het zou helemaal leuk zijn in ieder geval als ik de Pro-Am klasse win. Maar voornamelijk is deze race voor mij leren om te gaan met mijn stuur in een race situatie. En dat doe ik liever niet online.
of in het kampioenschappen aan het rijden ben. Offline doe ik ook kampioenschappen rijden. Kijk, hier is een typisch voorbeeld van een betere exit hebben. Uit de Ascari. Chicane. Waardoor je gewoon het hele rechte stuk tot aan de parabolica bocht, de laatste bocht voor het rechte stuk, gewoon winst hebt. Elke keer weer is deze Retvio chicane is een soort leermoment. Ik heb daar voor mij nog nooit een consistent perfecte ronde uitgehaald. Dat ik het 2-3 keer achter elkaar gewoon perfect pak. En zoals eerder gezegd, ik rijd deze race in de Aston Martin V8. Ik heb toen ik Assetto Corsa Competizione uitkwam, heb ik eerst veel gereden in de Lexus. Die beviel me erg goed. En toen in de Porsche. Maar wel eens gaandeweg zijn daar wat wijzigingen aangekomen door de Porsche. Erg moeilijk te besturen auto van geworden. En in alle eerlijkheid, ik hou er ook belangen aan de tijden niet in die ik nu met de Aston rij. Ik ben op een gegeven moment op de Aston overgestuurd en ik ga eens een frontwiel auto rijden. Eigenlijk een front engine auto. En ik merk dat het dat gewoon lekker ligt. Dat ligt me. Meer dan een mid-engine auto als de Ferrari of de Audi of de Lamborghini. Of de McLaren 720. En als ik eerlijk ben, ook nog meer dan helemaal als de motor achterin ligt bij de Porsche. Dus deze auto ligt me heel goed. De Bentley vind ik ook precies goed rijden. En de Mercedes ook wel. De Mercedes is wel heel erg ondersturend. Die heeft natuurlijk een hele rare motor voorin, een hele lange motorkap. Dat is natuurlijk het mooie van deze race, het gevoel dat de auto's overbrengt op je. Met een iets andere softlock in het stuur. En het gevoel dat je ook echt een mid-engine of een front-engine of een rear-engine auto rijdt. Dat is wel heel gaaf. Je hoeft niet zomaar in een auto te stappen. Ik al heel snel bij andere race games. In Formule 1, ik heb vroeger heel veel Formule 1 race mee. De oude F1 GP, echt heel oude. Het seizoen van 1991 erin. Grand Prix 2, Grand Prix 4. Verschrikkelijk veel geraced. In de tijd ook online eigenlijk niet bestond. Later Grand Prix Legends. Jaren 60 auto's, Formule 1. Maar het maakte daarin weinig uit wat je reed. Grand Prix Legends uitzondering, daar maak je dat wel in uit. En dit is eigenlijk de eerste race sim waarvan ik zeg, oké, dit pakt NL klasse goed op, hè, GT3. Maar waarin de modellering van de auto's zo goed is, van de banden en van de ophanging, want je krijgt heel direct feedback over wat je wijzigingen zijn op setups, wat de wijzigingen zijn van een auto die je kiest.
wel wat afstand genomen van de, zeg maar, de kopgroep. Nummers 1 tot en met 5 zitten ze te zien allemaal redelijk ver voor me uit, rond de 10 seconden van me af. Dat is niet mijn doel om te winnen. Het is mijn doel om zo snel mogelijk te worden met mijn nieuwe stuur. Ik merk dat ik het moduleren ook nog lastig vind uit, zullen we zeggen, tot het midden van een bocht, waarin je toch wat meer gas moet houden om de druk op je voorwielen te houden, zodat je beter stuurt. Deze auto's laten zich voor een deel heel goed sturen via de rem en het gaspedaal. Dat is nog wel lastig, want dan denk ik dat ik de rem indruk. Zachtjes. Terwijl de praktijk is dat het gewoon niet het geval is. Hè. Ik zie dat rode stiftje rechts onderin, de brake, zie ik dan gewoon niet uitbreken. Oh, verremd. Oh jee. En daarom moet je niet op het stiftje letten. Dat is namelijk de reden dat ik hem doorgaans uitzet. Dus ik erop ga zitten letten. Dan gaat het waar het goed moet gaan, dan gaat het niet goed. Op de baan. En je ziet wat het doet, hè? Rechtsbovenin. Linksbovenin, sorry. 1,7 seconden langzamer dan de snelste ronde. Niet te veel willen. Deze auto's mogen dan tractiecontrole hebben. Het is nog steeds 650-700 pk op de achterwieltjes. En tractiecontrole staat niet zo heel laag. Of hoog, die staat nu op 2. Ja, 2 van een maximum van 8. Dat helpt natuurlijk immens. Maar als je hem te hoog zet, ga je langzamer. Wielen mogen best een beetje doorspinnen. Dat betekent alleen maar dat die achterkant een beetje uit wil breken. En dat ik daarmee mezelf via het gas door de bocht heen roteer. En dus sneller uit de bocht ben. Als je dat voorkomt via tractiecontrole, dan heb je inderdaad een stabielere auto. Maar omdat je langer over een bocht doet en dus korter om een recht stuk zit waar je gewoon vol gas kan gaan, ga je dus tijd missen. Dus ja, tractiecontrole, ABS, het is allemaal prachtig, het is goed, het houdt je op de baan. Maar een overmatig gebruik ervan, of een te hoge instelling ervan, betekent gewoon dat je langzamer bent.
20 minuten onderweg. 32 brandstof erbij gepompt. Dat betekent dat mijn inschatting van 100 liter per uur ongeveer correct is. Oh jee. Moet niet overmoedig worden. GT3 auto's zijn natuurlijk gehomologeerd. Dat betekent dat ze qua prestaties gelijkgesteld zijn. Naar aanleiding van alle wagens die zich aangemeld hebben in een seizoen. Dan kan je denken aan maximale vleugels, maximale diffuserhoogte, maximale splitterhoogte boven de baan. Gewichtsbeperkingen, dus eigenlijk een extra gewicht meekrijgen. Of motorbeperkingen. Kijk eens jongens, we kunnen het wel. En dat betekent ook dat een auto niet gevrijwaard is van de wetten der natuurkunde. Dat een Porsche altijd beter op bochten zal draaien omdat hij zijn gewicht in de achterkant heeft zitten. De motor in de achterkant. En een betere acceleratie zal hebben omdat die motor op de achterwielen drukt. Nou, dit is alles behalve perfect. Waar een auto met de motor voorin een grotere stabiliteit zal houden, maar daardoor ook zal ondersturen. Waar je met een Porsche op sommige circuits echt wel moeite hebt om maar gewoon een rechtstuk op de baan te blijven. Omdat het ding stuit aan alle kanten, want ja, er zit geen gewicht op je neus. Dat zit op je achterwielen. Dat betekent dat die auto's eigenlijk over een ronde genomen allemaal even gelijk zijn. Maar een Lamborghini of een Audi of een Ferrari zijn snelheid op een ander punt pakt dan een Porsche met zijn motor achterin. Of een Bentley, Mercedes, Lexus of Aston Martin voorin. Dat maakt ook in het echt, als je de circuits volgt, de races volgt, maakt het ook hele spannende races. Waar het ook echt aankomt op de rijders. En GT3 is als klasse ook best wel aan het uitbouwen in de wereld. Dus naast de World Challenges, die eigenlijk uitgevochten worden per continent. Dus je hebt de Europe Challenge, je hebt de Australian, je hebt de Americas. En daar nog een onderverdeling in sprint races. Dat is 2 keer 1 uur een sprint race en endurance races. Dat zijn races van 3 uur, 6 uur, 12 of zelfs 24 uur. 24 uur van Spa. Of van Le Mans. Nee, niet Le Mans, sorry. Ja, Le Mans. Dat is een andere klasse. Maar goed. Het is wel vermoeiend, het is wel een verwarde klasse, laat ik het zo zeggen, sportwagenrace. Met teams die allemaal die zich in kunnen schrijven per verschillende venue met andere of dezelfde rijders. Je hebt ook nog de Intercontinental klasse, die race eigenlijk over alle continenten. En die homologatie zorgt er gewoon voor dat alles heel close blijft.
dat is voor met name Formule 1 fans van het eerste uur is dat het vloek in de kerk. Want daar gaat het gewoon om de beste auto bouwen. Met het risico dat als je de beste auto bouwt en ook eens een keertje dat de combinatie weet te vinden met een coureur die er maximaal uithaalt, dat je eigenlijk gewoon domineert. Dat zie je in de Formule 1 met name. In GT3 en GT4, de, zeg maar de opstopklasse, eigenlijk niet. Natuurlijk heb je de topteams, de pro-teams zoals het zo heet. En ik heb een beetje laten vertellen, ik heb er een beetje ingelezen ook hoe dat werkt. Een team richt zich op en zoekt natuurlijk zijn eigen sponsors. En koopt eigenlijk een pakket bij een constructeur. Dat kan dus een Mercedes of een Ferrari zijn. En je koopt er of alleen de auto, of je koopt er coureurs bij. Of je koopt er ook support bij. Het is eigenlijk gewoon drie graadmeters. Nou, de topteams, die hebben dus vaak gewoon de fabrieksreizers in zich afgenomen. En die nemen ook de engineers en ontwerp, die hebben eigenlijk gewoon een totaalpakket af. Maar de kleinere teams, die kopen misschien alleen de auto. Misschien wel wat engineers erbij, maar misschien ook niet. Misschien regelen ze dat wel zelf. Coureurs dus ook. Nou, dan kom je al een beetje op de Silver en de Pro-Am en de M-klasses. Dat zie je ook links. En die rijdersnummers. De witte nummers, de witte platen. Ook op de auto's. Dat zijn de pro-rijders. Professionele rijders die van de FIA ook gewoon een test hebben gekregen. En een dus eigenlijk een pro-licentie hebben. Zwart, dat zijn de Pro-Am. Ik rijd een Pro-Am-klasse. Dat betekent dat de rijders zowel samengesteld zijn als pro als als amateur. Zilver betekent, dat zijn de grijze vlakken. De rijders zijn van een zilver licentie. En de M, dat zijn de rode platen. Dat zijn eigenlijk amateurs. Dat zijn eigenlijk gewoon gentleman racers, die doen dit niet voor hun inkomen. Nou, je raadt het al, die teams, die winnen niet. Maar het mooie van deze klasses is dat ze dus ook gewoon klassenwinnaars hebben. Dus als ik kijk, dit team, dit is Garage 59 waar ik in rij. De Aston Martin van Garage 59. De nummer 188 is ingeschreven als Pro-Am. Dat betekent dat hier een professionele en amateur coureurs inrijden gedurende zo'n endurance race. En dan kan het zijn dat het team in ieder geval naast de auto ook nog van engineers overneemt. Dat kunnen ze ook zelf doen. Maar de rijders zijn dus misschien maar één fabrieksrijder en twee niet fabriek, of dus amateurrijders. Moest hier een beetje inhouden, dus dan ging mijn 14e winst ging daar weg. Dat maakt zo'n serie ook wel levendig, want dat betekent ook, weet je, de vorig weekend was de 3 uur van Monza, 2021. En daar staan dus gewoon 47 auto's aan de start. Waarvan, nou zeggen we de helft, professioneel. Nou, doordat die klasse zich openstelt voor, nou zeg maar, lagere klassen, lagere inschrijfmodellen. Zijn de auto's gelijk, zijn de coureurs verschillend, maar het vult wel je veld. En zij racen gewoon voor zichzelf. Toevallig deze auto, de 188, heeft de Pro-Am klasse gewonnen. Maar werd dus overal 23ste. Of 22ste, uit mijn hoofd. Voor hun is dat de overwinning, want in hun klasse. Oh, oh, oh. Rustig aan. Te veel willen. En dat spreekt mij heel erg aan naast Formule 1. Formule 1 volg ik al zo lang. Sinds 1988 ongeveer ben ik Formule 1 gaan volgen.
En dan heb je echt periodes waarin teams en rijders gewoon de boel overheersen. En als ze het niet overheersen, zijn ze in ieder geval een hele grote kanshebber. Dat zijn natuurlijk de mooiste, hè, dat je meerdere kanshebbers hebt voor de titel. De afgelopen jaren is het natuurlijk wel Mercedes wat de klok slaat in Formule 1. En dat wil niet zeggen dat het seizoen niet spannend is. Het is alleen spannend voor, zeg maar, alles wat achter de top 3 gebeurt. Daar zit de spanning. Want daar zitten de mensen die het spannend hebben met elkaar. Maar dan ben je ook afhankelijk van de regie, hè, als je kijkt naar Formule 1 en televisie kijkt. Er zijn genoeg regisseurs die de camera vol op de nummer 1 houden. En dan zie je dus eigenlijk niks anders, anderhalf uur lang, dan een auto die in zijn eentje rondjes rijdt. Dat is eigenlijk zonde. Autosport is zo mooi. Er zit zoveel competitie in, zoveel strijd, zoveel verschil. We zijn iets meer dan een half uur onderweg. Steeds zesde. Ik moet zeggen, ik blijf me aardig meten met alles wat eronder ligt. Maar de top rijdt wel langzaam van me weg. Dat kan natuurlijk nog anders worden. Ah, ik moet natuurlijk geen fouten maken. Dat helpt niet. Ik maak er nogal wat. Voor de oplettende kijker. Maar straks krijgen we natuurlijk pitstops. En wat ook bij endurance races, je ziet het ook een beetje links naast dat naast mijn staartje met afstanden tussen rijders. Driver swap en een stintlengte. Elke rijder moet rijden. Minstens één keer. Nou, banden en brandstof is duidelijk. Dat heb je gewoon nodig, één keer per uur. Ook al zou je 2 uur op deze banden kunnen rijden. Maar dat betekent dus ook dat tegenstanders het hebben. En het mooie ook weer van de AI in Assetto Corsa Competizione is. Die zijn ook verschillend. Dus ook tussen pro-rijders zitten behoorlijke verschillen. Wat zo'n rijder met een auto kan. Dus het kan zomaar zijn dat die nummer 5, die Boccolacci in die Audi. Audi nummer 25. Dat hij straks aanzienlijk langzamer rijdt dan ik. En dat ik hem toch weer bij kan halen. Dat kan. Kijk, ik kruip in de rij in de huid van 3 rijders. Maar ik ben natuurlijk gewoon ik. Nou, dat is ook zijn voordeel als zijn nadeel, denk ik. Anyways. Er komt een boel kijken bij GT racen. En het heeft absoluut zijn charme in complexiteit. Tussen teams, tussen auto's, tussen rijders. En die mannen, vergis je niet, die mannen, jongens of mannen, die doen echt niet onder voor een Lewis Hamilton of een Charles Leclerc. Die hebben gewoon in de autosport een ander carrièrepad genomen. En gedacht van, joh, Formule 1 is lachen. Dat is het hoogste wat er is in autosport. Maar de kans dat je daarin komt is zo klein. Wees ook gewoon realistisch. Als ik daar net niet in zit. En dat kan niet alleen talent zijn, dat kan ook gewoon geld zijn van sponsoren. En je bent een fabrieksrijder bij AMG of Aston Martin. Dat zijn ook echt gewoon de topjongens in de autosport. Er is zoveel meer dan Formule 1. Jongens als Vincent Abril. Sergei Sirotkin, dat is een oude Formule 1 rijder. Die zit nu hierin, in de GT3-klasse. Louis de la Trast trouwens ook, die voor hem achter me rijdt. Moet het zien. Lucas Stolz.
Earl Bamber, Jean Gounon. Dat zijn echt wel jongens die ook nog maar jong zijn. Maar wel dit soort auto's rijden. En vergis je niet, dit is gewoon Formule 1 met een dakje. Ze kunnen dezelfde snelheid halen. De top ligt een beetje rond de 300. Nou, Formule 1 kan op Monza 350 halen. De top van deze auto's, als je de vleugel eraf zou halen, zit je rond de 300 km per uur. Maar de handling is vele malen zwaarder. Natuurlijk zit er ABS op, natuurlijk zit er traction control op. Weet je, het is allemaal prachtig. Het feit van het verhaal is dat deze auto's 1500 kilogram wegen. En doordat ze best wel een aeropakket hebben, met een diffuser en vleugels. Net als Formule 1 in laterale zin, dus zijwaarts, behoorlijk weinig drift, grip hebben. Je kan deze auto's bijna niet driften. Vergeleken met een GT4, waar geen aero op zit. Dat zijn weer eigenlijk de roadversies, de straatversies van die auto's. Die zijn nagenoeg niet aangepast voor het circuit. Die dingen kan je driften. Een GT3 driften is eigenlijk niet mogelijk. En doe je het wel, dan nou, heb je daar wel skills voor. En je bent nooit sneller. Want je maakt inbreuk op je aero-pakket. Dus gebruik makend van je aero en gewoon soepel door zo'n bocht heen gaan. Wint je gewoon meer dan wanneer je de schuin doorheen gaat. Maar meer insturen, min insturen. Kijk. Blijf een beetje rond die 1,52 hangen. Ik rij wel consistente tijden. Het is alleen consistent langzaam om op te kruipen naar de plaats 1. Op dit moment. Hier een gevalletje. Wat iets meer moeten remmen. Als kijkers een beetje kijken naar dat rembalkje naast wat ik op de baan doe, dan weet ik aardig wat ik doe. Ik zie in ieder geval dat mijn traction control nagenoeg niet in de, of mijn force feedback, sorry. Mijn force feedback nagenoeg niet in het rood springt, dus mijn settings zijn wel goed. Stuur kan het aardig aan. Dus ik denk dat ik dat hut ding met de snelheid en mijn gear en mijn, zeg maar, mijn gas en mijn rempositie, dat ik die weer weghaal, want ik merk dat het me afleidt. Ik wil daar toch naar kijken om te zien of ik te hard of te zacht rem. Dus ik denk van, oeh, dit gaat niet mis. En juist op dat moment moet ik natuurlijk niet wegkijken. Dan moet ik gewoon mijn auto rijden. In plaats van het instrumentje in de gaten houden. Ik merk langzaam dat ik wat meer instuur voor de chicane. Meer bestuur omgooien, zeg maar. En mijn stuur op mijn bureau, dat is natuurlijk niet zichtbaar nu, is vergelijkbaar nu in stuurstand. Zelfde instellingen. Met het stuur in de auto. Dus de stuurstand die je in de auto ziet, de cockpit ziet, is gelijk aan wat ik nu doe achter mijn bureau. Dat was dus veel minder in mijn oude stuur. In mijn oude stuur zag je wel een volle uitslag hier. Ja, dus zeg je dat je, als ik hier mijn stuur 90 graden zou draaien, dus dat mijn, door een of mijn linker of mijn rechterhand boven zit, dan zou in mijn oude stuur zou ik op 30 graden zitten. Of anders gezegd, mijn Momo stuurtje, als ik daarmee 90 graden in zou sturen, één hand dus helemaal boven zou hebben liggen. Dan zou ik hier het stuur bijna twee keer omgedraaid hebben. In de cockpit. Alsof je straatje moet steken, zeg maar. Het
verschil is aanzienlijk en dat moet ik echt gewoon inslijpen, moet intrainen. Maar de rem nog het meest. Je volhoudt remmen kan iedereen. Maar moduleren als je de bocht instuurt tot ongeveer de helft van de bocht, om daarna weer gas te geven, dan hou je de druk op de voorwielen. Door remmen verschuift het zwaartepunt van de auto naar voren. En daar wil je het hebben, want daar zitten de wielen waar je in stuurt. Dus je wil daar maximale druk op hebben. Een ander ding wat ik mezelf aan moet leren is niet meteen mijn gaspedaal als trampoline gebruiken. Gas in mijn beleving is vol of dicht. Behalve in dit soort chicanetjes. En dat is ook wel iets om aan te leren. Want hard uit een scherpe, langzame bocht komen. En dan voor je gas ingaan is eigenlijk alleen maar of je tractiecontrole activeren. Of als die laag genoeg staat, wielspin genereren. En van beide ga je niet vooruit. Dus het is lachen dat je vol gas geeft en het gevoel dat je ook vol gas geeft. De simpele waarheid is dat het gevoel niet zich wel vertaalt naar een snellere rondetijd. Omdat je grip aan het vergooien bent. Ik heb de laatste tijd best wel wat video's van gekeken op YouTube, staat er vol mee. Met Aris Drives, Aristoteles. Hij is... zeg maar chef auto's bij Kunos, de makers achter deze sim. Assetto Corsa Competizione. Hij maakt echt video's van 3-4 uur waar hij echt hele tracks en auto's volledig uitbeent. Echt knap, echt heel knap. Maar ook echt simracers die echt in de picture komen. Unleashed Drivers, Niels Naujoks. Dat zijn mannen die echt, nou ja, zitten in een echte auto en zouden waarschijnlijk gewoon mee kunnen komen met de top van de coureurs. Erg respectvol wat die mannen doen. En laten we eerlijk zijn, de situatie in de wereld helpt ook niet mee. Of helpt juist wel mee. Covid, lockdowns. Zorg ervoor dat mensen ander vertier gaan doen. En we hebben nu gewoon gelukkig een situatie waarin online zoveel kan. Met breedband, internet, rapido over de hele wereld uitgerold. Ik kan me de tijd niet heugen dat het, voor mij is het nooit voorgekomen, dat we een competitie konden houden met 50 auto's online. Vanuit de hele wereld verbonden. En dat is wel echt gaaf. Ik vind het echt gaaf dat het kan. En dat wordt nu ook aangemoedigd bij de vorige race in Monza, Realtime. De, van de officiële SRO series is Fanatec, de stuur, nou ja, de racegoederen fabrikant. Echt top-end spul, dat is echt wel duur. Dus dat even naar gekeken, ik dacht van nou, dat ga ik niet doen. Ik kies voor een Logitech G923. Maar na die race organiseren ze gewoon nog even een online e-race. Waarbij de riders in hun eigen virtuele auto gaan zitten. Gewoon even gewoon een sprintrace houden van een uur. En gisteren was volgens mij de ene laatste ronde in het British GT kampioenschap. Dat is een kampioenschap waarin GT3 en GT4 samen rijden. Dus een gedeeld kampioenschap. Een gedeelde race. En de GT4's werden bestuurd door simracers. Dat is gewonnen door Niels Janjoks.
En de GT3 auto's werden dus bestuurd door hun real life coureurs. Dus je ziet dat het natuurlijk ook gewoon een soort gemarket wordt, gegimmickt wordt, verpakt wordt. En overal zie je nu zeg maar racecompetities uit de grond komen en communities uit de grond komen. ACC Belgium, ik heb pas gereden dan een kampioenschap gereden bij een groep Italianen, FD Racing Department. En ik ga binnenkort online racen bij RCI, Racing Club International, dat is een hele grote. Anders op mijn kanaal vind je ook een pre-kwalificatie van afgelopen vrijdag. Zijn we dus gewoon een pre-kwalificatie met 10 servers gehouden, iets van 10 servers. Elke server 40 auto's, dus 400 aanmeldingen. Dat is gigantisch. Dat is echt gigantisch. Zoals er toch nog een voordeel zit aan COVID en lockdowns. Dan is het wel dat online racing, sim racing, toch echt wel aan een professionaliseringsslag bezig is. Er zijn natuurlijk andere platforms hè, naast Assetto Corsa Competizione. Denk aan Race Room en iRacing. Ik merk wel dat elke sim een beetje zijn fanscharen kweekt. Ik heb een tijdje gereden in Project Cars. Dat vond ik aardig. Project Cars 2 niet. Constant idee dat ik op glas reed, dat er geen grip was tussen de auto en de grond. Dus ik vond het geen fijne ervaring om te racen. En dan zie je toch dat zo'n ACC, Assetto Corsa Competizione, dat gebackt wordt door een officiële race seizoen, SRO. Dat er gewoon iets heel moois uitkomt als product. Als zelfs de real-time coureurs zeggen van nou jongens, het is alsof ik in mijn eigen auto zit. Alleen zonder het gevoel natuurlijk dat ik rij. En dat blijft natuurlijk de ding. Het is een stukje sensatie. Dan moet je naar full motion sims gaan. Zegt wel iets. Het is niet zomaar een spelletje. Blijf maar langzaam van die top 5 afkomen. Terwijl achter me er toch genoeg druk is om te happen naar mijn hielen, zeg maar. Ik kom een beetje aan het eind van dit eerste uur. Ik wil vinden dat mijn stinttijd nog een kwartier is, dus dan moet ik van rijden wisselen. Nou, gezien mijn brandstoflevel, ik heb 80 liter verbrand, ik heb 100 liter meegenomen. Mijn banden mogen ook een vernieuwing in, dus ik ga binnenkort een pitstop maken. Iets te veel geremd, ook leuk. Sta ineens stil.
zorgen dat ik ook frisser blijf. Als ik mijn oude stuur een uur aan het racen was, toen was ik echt wel moe, zeg maar. Het gaat nu wel redelijk goed. Ik heb wel het idee dat ik een heel sterk linkerbeen aan het kweken ben. Ik heb mij laten vertellen dat de remdruk bij raceauto's ook heel hoog is, waardoor dus dat het rempedaal veel stijver is dan een rempedaal in een normale straatauto. Qua spiergeheugen is het natuurlijk nu even wennen. Maar ik hoop dat ik daarmee gewoon langzaamaan sneller word. Omdat je gewoon beter leert om je rem te modelleren. Niet alleen op basis van de stand van je voet. Wat natuurlijk arbitrair is, want je zit nooit hetzelfde in dezelfde houding. Je gaat wel eens verzitten enzovoort. Nou, je hebt een stoel nu redelijk vast op de grond, maar toch. Maar de stand van je voet is geen gegeven. Dat verandert ook. Spierkracht is dus gewoon een meetmiddel. Dit soort foutjes, hè. Kijk, dat is dan weer fijn. Personal fastest lap. Foutje met insturen. Dat merk ik wel nu. Ik ben wel aardig precies aan het sturen. Het zijn de grote stuuruitslagen waar ik nog even aan moet wennen.
En eerst snel een ronde. Ga ik de 1.51 in nu? 52.0. Gaining on the front of car ahead. Kijk, daar maak je een foutje op. Je bent een tiende kwijt. Zo snel gaat het, joh. Pak een bocht perfect en je hebt een tiende erbij. Dus 2/10 gewonnen. En zo gaat het door. Perfect lap. Er zijn mensen die het kunnen, hoor. Je kan zelfs met Motec software bepalen wat de perfecte lap zou kunnen zijn. Dus wat je echt niet sneller zou kunnen. En daar zit ik nog ver vanaf. De topjongens die reden 1.47, 1.48. Voor mij is dat buitenaards. Op zo'n rondje. Monza is niet per se het kortste circuit, maar wel een van de snelste. Hoge gemiddelde snelheid. Dat je daar 5 seconden op zou pakken, dat voelt bizar. Ik heb niet het idee dat ik hier ergens 5 seconden zou kunnen winnen. Ja, natuurlijk doe je dat niet op één stuk. Ja, dat is als je elke bocht 2/10 wint, dan ben je met 7 bochten. Ben je al 2.4 seconden verder. Dus we komen in de buurt van onze pitwindow. Na deze ronde. Ik zie van de toppers nog niemand op pits instaan. Nou, ik ga deze ronde. Want ik heb een fuel alarm. 95 verstookt. Ik heb 100 bij me. Ik doe 3 liter per ronde. Dus dan worden we heel krap. Dus we gaan naar binnen. En dan zal ik hem ook opslaan als ik de pits uitdraai. Zo, mijn normale pitstop, alles wat we ingeprogrammeerd hebben. Fuel to add 100, dan kom ik op 104 uit. Banden druk hou ik hetzelfde, die houden zich goed in de race. En ik heb geen schade of dergelijks. Even hem netjes neer kunnen zetten. Zo. Nou, toch te ver. Dat is altijd jammer hier met pitstops. Als je dat niet goed doet, kost het je gewoon een extra 2 seconden. Ach. Go boys. Daar is de man aan het tanken. Mogen in principe met 2 man gelijk aan de auto werken, naast de tanker. Here we go. Nou, we liggen achteraan, maar het komt straks wel goed. Ik ga hem zo opslaan.
voor deel 2 van de race. Die ga ik later en een aparte race uitzenden. Dank voor de aandacht. Tot de volgende.